Mijn naam is Kees Kraakman. Zelf ben ik van bouwjaar 1960. En ik wil jullie graag kennis laten maken met een Fiat XE9 van het bouwjaar 76. De auto is eigenlijk gefabriceerd in 1975, maar is in 1976 voor het eerst op de weg gekomen. Ja, ik ben natuurlijk een liefhebber van klassieke auto's. Ik heb in het verleden ook altijd klassieke auto's gehad. Bijvoorbeeld een Renault Alpine A310 met een 6-cilinder erin. En daarvoor had ik een Fiat 124 Spider. Dat is eigenlijk mijn eerste liefde. Een auto uit 1972. Ja, op een goed moment hadden wij in ons huiselijk gezinnetje een derde auto nodig. En ik heb toen gezocht naar een auto waar eigenlijk iedereen in kon rijden. Dus zowel ik, mijn vrouw als de kinderen. En toen kwam ik eens uit op een forum van de Fiat X1.9 Club. En toen zag ik deze staan. Nou, gelijk maar contact gezocht. Daarheen gegaan en we komen de straat binnenrijden daar en ik denk dat is hem. De juiste uitvoering, origineel kenteken, de juiste kleur, dat was hem helemaal. Maar dit is toch een prachtig ontwerp van Bertone. En vooral in deze kleur, Azzurro. Dus een originele kleur. Nou, ik vind hem schitterend. Nou, de vorige eigenaar vroeg nog aan me van joh, wil je nog een stukje rijden voordat je hem koopt? Ik zeg wel nee joh, ik heb straks een proefrit van 250 kilometer voor de boeg. Maar in ieder geval de auto opgehaald, zonder problemen naar Schagen gereden. 250 kilometer, verschillende rondjes hier in de buurt gereden en in 2012 waren wij op pad om naar Prenois te gaan, naar de historische races. Maar ja, binnen de kortste keren lag de koppakking eruit. Mede omdat de auto heel weinig kilometers gereden had in de afgelopen 10 jaren, heb ik gedacht, nu moet die motor echt helemaal uit elkaar. Dus heb ik echt alle pakkingen, slangetjes, slangklemmen, allemaal vervangen. Sindsdien rijdt de auto gewoon perfect en heeft hij al heel wat mooie tochten kunnen maken. En wij dus ook. Wat ik een ontzettend leuk detail vind aan deze auto, dat zijn deze twee hendels. Dit is de vergrendeling van de motorruimte en dit is de vergrendeling van de kofferruimte. Nou, het fijne van deze auto is natuurlijk dat hij een middenmotor heeft. Origineel hoort hier een 1300 cc motor in. Er is in 2001 een 1500 cc motor in gekomen, waardoor je dus wat extra power hebt. Maar het mooie is dat je hier ook nog een prachtige kofferruimte hebt. En natuurlijk, vanwege die middenmotor heb je voorin ruimte voldoende voor een weekendje weg. En met het mooie weer, je dak. Dit is toch genieten? Dit is toch prachtig hier? Wat wil je nou nog meer? Betaalbaar. Licht van gewicht, ligt geweldig goed op de weg. Ja, dit autootje is nu prima in orde, rijdt fantastisch. Dus ik denk wel dat deze blijft. Maar, mocht mijn eerste liefde, de Fiat 124 Spider, een witte, met het kenteken 1000 VH, op het pad komen. Want naar deze auto ben ik al een tijdje op zoek. Dat zou een moment kunnen zijn dat ik afscheid neem van deze auto. Dat is uiteindelijk mijn eerste liefde, die auto. Maar alleen die auto.